Wie is de grootste Olympier aller tijden? Is het Michael Phelps misschien? De prijzenkast van de Amerikaan oogt in ieder geval indrukwekkend. Hij zwemt maar liefst 28 Olympische medailles bij elkaar en de meeste hebben een gouden kleur. Op de Spelen van Peking in 2008 bijvoorbeeld wint Phelps elke finale waaraan hij deelneemt en met 8 keer goud doet de zwemlegende zelfs eentje beter dan zijn landgenoot Mark Spitz in 1972. De Amerikaanse atleet Carl Lewis is ook zo'n superkampioen. In de sprint en in het verspringen is hij van 1984 tot en met 1996 goed voor 9 keer Olympisch goud. En wat dacht je van Usain Bolt? De Jamaicaanse sprintbom wint 3 spelen na elkaar goud op de 100 en de 200 meter. Fenomenaal. En ook atleten die een bijzondere rol spelen op de Olympische Spelen komen in aanmerking voor de titel grootste Olympier aller tijden. Jesse Owens bijvoorbeeld. Voor de ogen van Adolf Hitler is de zwarte Amerikaan goed voor 4 keer goud op de Spelen van Berlijn in 1936. Of vind je Fanny Blankers-Koen de allergrootste? De Nederlandse atlete zet de sportende vrouwen op de kaart met 4 gouden medailles in 1948. Iets waar het Amerikaanse turnfenomeen Simone Biles haar nadoet in 2016 en misschien ook volgend jaar in Tokio. Biles kan er 5 Olympische medailles veroveren, maar dan moet ze op de brug met ongelijke leggers wel voorbij onze turnkampioen Nina Derwaal. Iets wat haar nog niet is gelukt.